Welkom allemaal bij deze bijeenkomst. Ik zal iets meer gaan vertellen over mijn achtergrond en mijn expertise. En de raakvlakken daarmee voor jullie vanuit je werk. En van oorsprong heeft het vooral te maken met beter presteren. En dat is waar dit over gaat. Hoe krijg je zeg maar voor elkaar dat je met wat meer gemak en minder moeite toch je productiviteit kunt bevorderen. Ik ben van oorsprong arbeids- en organisatiepsycholoog. Afgestudeerd in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam. En loopbaanpsycholoog. En ik heb daar, als arbeids- en organisatiepsycholoog werk je veel op het gebied van arbeid en gezondheid, ziekteverzuim, ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. Het gaat vaak ook over beleid, gezondheidsbeleid, inzetbaarheid, vitaliteit, dat soort onderwerpen. Tijd bij TNO Arbeid gewerkt en arbodiensten. Op een gegeven moment wilde ik toch wat anders. Ben ik voor mezelf begonnen en ben ik sportpsycholoog geworden. Het heeft voor een belangrijk deel te maken met mijn eigen herkomst. Ik ben zelf sporter, topsporter. Ik heb tafeltennis en veel in het Nederlands team gespeeld. En vanuit die hoedanigheid gefascineerd geraakt door de vraag, hoe kunnen mensen eigenlijk meer uit zichzelf halen? Hoe kunnen ze succesvoller zijn op momenten dat het voor hen ook nodig is? Presteren onder druk. En die sportpsychologie boeide mij ook heel erg, niet alleen vanuit de sport, maar ook omdat het niks met sport te maken heeft, vreemd genoeg. Het zijn gewoon universele inzichten die voor iedereen even nuttig zijn. Daarnaast doe ik nog iets anders, het zijn wat meer specialisaties zou je kunnen zeggen. Dat is neurofeedback en EMDR. Zijn er mensen trouwens, even tussendoor, die dat wel eens hebben horen vallen, die dat kennen, die termen? Ja? Oké, mooi. Bedankt. Neurofeedback en EMDR, goed, dat zijn hele andere dingen, daar komen we vandaag niet over te spreken. Mentale training en begeleiding geven dus voor sporters, maar ook op de werkvloer. Ja. En mijn achtergrond is zelf tafeltennis, topsport. Ik speel nog steeds wel op hoog niveau, maar het werk wordt steeds belangrijker en de jaren nemen ook toe, dus het wordt steeds lastiger. Je kunt het niet allemaal meer mentaal compenseren. En dan geef ik daarnaast nog commentaar op Eurosport. Daarnaast ben ik gastdocent op Universiteit Wageningen en op de Academie voor Sportstudies. Het zit in Den Haag. Dus geef ik af en toe lessen, informatiebijeenkomsten over wat sportpsychologie inhoudt, wat prestatiepsychologie inhoudt. Ja, wat is eigenlijk het doel van mentale training? Waarom bestaat het überhaupt? Wat is het bestaansrecht ervan? Dat is het eerste wat hier bovenaan staat. Het is een optimale prestatietoestand bereiken. Wie heeft enig idee wat dat betekent? Ik denk dat dat met de focus te maken heeft. Okay. Als je goed focust, dat je dan eerder je doel bereikt. Oké, ik zal het altijd even herhalen. Er wordt gezegd van, dat het met focus te maken heeft. Als je goede focus hebt, bereik je eerder je doel. Dankjewel. Zijn er nog andere reacties? Ja. Ja, dat is een mooie omschrijving. Flow wordt genoemd. Dat wordt vaak geassocieerd met een bepaalde stand, een bepaalde mindset, prestatietoestand. Waarin je zonder al te veel inspanning toch heel succesvol bent. Eigenlijk een stand bereikt waarin je vaak terecht zou willen komen. En dat geldt voor sport, maar die stand is ook bereikbaar. Die heb je ook in werk, zeg maar. Je hebt ook wel eens dagen dat het eigenlijk vanzelf ging, dat je van tevoren dacht van, jee, wat staat er allemaal op mij te wachten? De dag is voorbij en het ging eigenlijk best wel soepel, zonder al te veel inspanning. En je hebt ook nog tijd en energie voor andere dingen die avond, bij wijze van spreken. Dat is flow, inderdaad. Ja, dat is inderdaad waar het om gaat. Even ter illustratie mogen jullie mij nadoen. En dat is ter illustratie om te begrijpen wat het precies inhoudt, die flow. Kunnen jullie dit? Mensen geen fouten maken, dat gaat heel erg goed. Mooi. Oké, dan gaan we het een klein beetje ingewikkelder maken. Kunnen jullie ook dit? Is tegengesteld aan elkaar. Ik zie al iets meer verwoede pogingen. Nou, waarom zou dat relevant zijn voor sportpsychologie, voor flow? Concentratie wordt genoemd. Ja, als je eenmaal in die flow zit, dan lukt het wel. Ja. Als je eenmaal in die flow zit, dan gaat het meestal goed. En zonder dat je daar heel veel inspanning voor hoeft te leveren. Oké. Nou, kijk, als ik je vraag om dat te doen, dan is er een moment, bij iedereen wel. Het kan maar een fractie van een seconde duren, dat je even helemaal opgaat in wat je doet. Dat is het moment van... Zo'n moment dat je eigenlijk even vergeet waar je zit, vergeet wat je straks moet doen, vergeet wat je er net hebt gedaan. De stand waarbij je eigenlijk helemaal even opgaat in wat je doet.
Ja, dus dat is een van de kenmerken van een optimale stand. Een andere kenmerk daarvan is dat je niet vooruit denkt en niet terugdenkt. Je zit heel erg in het hier en nu. Dat is een ander kenmerk. Een ander kenmerk, een derde, is dat je weinig gedachten hebt. De enige gedachten die je hebt, die zijn relevant voor wat je doet. Dus dat is een derde kenmerk. Een vierde kenmerk heeft te maken met gevoel. Je voelt je niet gestrest of extreem lyrisch, maar je voelt je oké. Okay. Je voelt je neutraal tot oké, okay, je voelt een bepaalde controle. Dus dat is een vierde kenmerk. En dus als jij in een bezig bent met wat dan ook, en jij zit in een stand waarin je heel veel aan het nadenken bent, over van alles en nog wat, ook dingen in de toekomst, dingen in het verleden, dan zit je bij definitie niet in een optimale prestatietoestand. Als jij een gevoel hebt dat anders is dan het gevoel wat ik net beschreef, dan zit je per definitie niet in een stand die optimaal is. Dat betekent niet dat je niet succesvol kan zijn overigens. Want sportpsychologie gaat niet over succes, maar het gaat over het maximale uit jezelf halen en een optimale stand bereiken. Dus dat is even ter introductie van wat een van de doelen is. Wel het voornaamste, het meest klassieke doel van sport- en prestatiepsychologie. Je wil zeg maar, ongeacht de omgeving, ongeacht de situatie, wil jij een bepaalde mindset bereiken waarin jij het meest floreert, als het ware, het makkelijkst excelleert. Waarin je het meest creatief bent, het meest productief bent, zonder dat je daar nou heel erg hard voor hoeft te werken. Je kunt het een beetje vergelijken met slapen gaan. Zijn er mensen die willen slapen? Of zo? Wat gebeurt er als je gaat slapen? Als je heel hard je best doet om te gaan slapen, dan lukt het niet. Dus dan, wat ga je doen van tevoren om de kans te vergroten dat je gaat slapen? Dat is dat je kussen opklopt, licht uit doet, tanden poetst, misschien nog even naar muziek luistert, gordijnen dicht doet. Nou, dat vergroot allemaal de kans dat je gaat slapen. Dat is een passieve stand eigenlijk, het slapen. Als je heel hard probeert je best doet om erin te komen, dan lukt het niet. Zo is het ook met concentratie. Als je heel hard probeert om een keer geconcentreerd te zijn of goed gefocust te zijn, dan werkt het op de een of andere manier niet, het botst. Dus dat is ook een passieve stand. Dus om in die passieve stand te komen, moet je dat vanuit een passieve manier bereiken. En dat is waar sportpsychologie zeg maar om de hoek komt kijken. Je leert vaardigheden, mentale vaardigheden. En als je die vaardigheden heel veel oefent, herhaalt, op een gegeven moment gaat het dan zo in je systeem zitten, dat je een soort onbewust onbekwaam wordt. En dan kun je ongeacht de situatie waar je in zit, vrij makkelijk die stand bereiken. Een ander doel is zelfcontrole. Meer grip, controle op jezelf in spannende situaties. Ja, er zijn gewoon, of je nou sporter bent of niet, zijn er gewoon genoeg situaties waarin je wat meer spanning hebt dan je zou willen. En door met mentale training aan de slag te gaan, krijg je meer grip op jezelf, zodat iets wat heel oncomfortabel is, iets minder oncomfortabel wordt. Waardoor het al overzichtelijker voor je wordt, waardoor je al makkelijker grip houdt op jezelf in die situaties. Een ander onderwerp is inzicht. Kijk, door veel te oefenen met die onderwerpen waar jullie straks mee gaan kennismaken, wordt het niet meer zo toevallig dat het de ene keer in een gesprek wel goed ging en de andere keer met iemand anders, maar het over hetzelfde onderwerp ging het helemaal niet goed. Dus je krijgt wat meer inzicht in jezelf, waarom het gaat zoals het gaat. Een ander doel daarvan is dat mensen over het algemeen wat minder negatief worden. Sommige mensen zijn wat pessimistisch in hun denken of wat perfectionistisch in hun benadering. En het zou al heel erg schelen als ze iets minder negatief worden. Dat is een ander subdoel, zeg maar, van mentale training. Mentale vaardigheden. Nou, dan gaan we, dat was de inleiding. Nu gaan we wat meer kijken naar de inhoud van hoe ziet zo'n programma er eigenlijk uit. Spanningscontrole is één van de grote onderwerpen. Ik zal ze eerst even allemaal in beeld brengen. Spanningscontrole, doelen stellen, verbeelding, gedachtencontrole en concentratie. Er moet een hoop gecontroleerd worden, zo lijkt het. Maar, en daarnaast zijn andere onderwerpen ook, maar dat is meer per sport- en prestatiepsycholoog afhankelijk. Bij mij geldt ook dat zelfvertrouwen belangrijk is en omgaan met tegenslagen. Dat zijn helemaal zulke wezenlijke thema's dat het niet mag ontbreken in een trainingsprogramma. We gaan even starten met spanningscontrole. Er is een relatie tussen spanning, stress, spanning en presteren. En als je hier zit heb je heel weinig spanning. Als je hier zit heb je er al wat meer van. En als je hier zit, dan heb je eigenlijk meer spanning dan je zou willen. En als je nou een lijn zou moeten tekenen die zeg maar de samenhang tussen die twee weergeeft, hoe zou die lijn eigenlijk lopen tussen spanning en je prestatieniveau? Ja, dat is een parabool. Dat was een inkoppertje, zo lijkt het. Nou, dat klopt inderdaad wel, want je hebt namelijk de situatie dat je
gebied 1 hebt, in beginsel is het zo van hoe meer spanning je hebt, hoe beter het gaat. Want hier heb je te weinig spanning. Je bent niet scherp genoeg, je bent niet alert genoeg. Dus je hebt wel spanning nodig. De spanning is ook alweer gezond in zekere zin. Hier gaat je aandacht, die gaat gewoon alle kanten op eigenlijk. Dus als je te weinig spanning hebt, dan ben je gewoon niet goed bij de les. Je gaat denken vooruit en je denkt terug. Je denkt over dingen die niet relevant zijn voor wat je op dit moment hoort. Daar hebben jullie op dit moment gelukkig geen last van. Vervolgens, als je meer spanning krijgt, ga je naar gebied 2. Dat heeft een naam, dat heet zone van optimaal functioneren. Dus meer spanning wat meer spanning zorgt ervoor dat je wat meer alert bent en beter functioneert. Stel, het gaat oké, maar je krijgt wat meer spanning. Dan ga je naar gebied 3. En dat is het gebied van teveel spanning, overspanning. Wat gebeurt er dan met je aandacht? Die gaat heel erg versmallen. Dus je gaat heel erg inzoomen op 1 of 2 dingen waar je eigenlijk niet zo tevreden over bent. Nou, nu zijn er technieken om van hier naar hier te gaan. Dat noemen ze ontspanning. Ontspanning, dat ligt voor de hand. En er zijn technieken om van 1 naar 2 te gaan. Hoe noemen ze die? We kunnen niet verder als jullie dit antwoord niet geven. Dat heet energizing in goed Nederlands. Energizing. Energizing, activering. Er zijn gewoon technieken beschikbaar die jou helpen om wat meer alertheid te ontwikkelen. Wat wel handig is als je bijvoorbeeld moe bent. Of als je een beetje ziek bent en je gaat daar veel in op. Of je hebt je niet zo goed voorbereid als wat je had gewild. En daar heb je gewoon wat laten liggen in de voorbereiding. Ja, veel mensen zoeken dan oplossingen met middelen. Hè, zoals sigaretten roken of een biertje drinken of koffie drinken. En dat helpt natuurlijk wel om van 1 naar 2 te gaan. Alleen het nadeel van die middelen is dat het niet zo gezond is. En dat je er vaak steeds meer van nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Als je helemaal in gebied 3 zit, dan gebeuren er gewoon best wel veel dingen in je lichaam. Waardoor je eigenlijk niet meer goed kan functioneren. Als je het hebt over puur lichamelijke dingen, dan verandert vaak dat je wat meer naar het toilet moet. En dat je minder eetlust hebt. En dat dat merk je misschien niet, maar je bloeddruk gaat omhoog. Je hartfrequentie gaat omhoog. Je spieren die gaan wat meer aanspannen. Bij de een meer dan bij de ander. Ook andere spieren bij de een dan bij de ander. Dus dat wisselt wel. Maar de belangrijkste is het begint met een A en het eindigt op demhaling. Een wilde gok. Ademhaling, hè? Precies. Dus ademhaling die gaat veranderen. Nou, ik hoef hem niet op te schrijven. Kijk, wat gebeurt er dan met je ademhaling? Oké, die gaat omhoog. Is iedereen daarmee eens? Wordt korter. Korter inderdaad. Er wordt inderdaad, wat jullie terecht zeggen, korter en wat oppervlakkiger en dan gaat meer omhoog. En dat geldt voor iedereen. En als dat eenmaal gebeurt, dan zou je bijna zeggen, is het hek van de dam, maar dan kun je niet meer verwachten dat je nog goed gaat functioneren. Dat heeft ermee te maken. Dus ademhaling is blijkbaar de belangrijkste techniek om van 3 naar 2 te gaan. Er zijn er een heleboel hoor, maar dat is wel een hele wezenlijke. En je wil uiteindelijk komen tot buikademhaling. En wat je krijgt hier in deze situatie, dat is een verhoogde borstkasademhaling. En ademhaling is zo belangrijk, omdat je hersenen functioneren beter als je goed ademhaalt. Dus stel je zit in de file op een onverwacht moment, je moet naar een belangrijke afspraak. Dan krijg je wat meer spanning en krijg je wat meer doemscenario denken. Als je op zo'n moment heel simpel, gewoon zonder psychologische pushpas, kunt focussen op ademhaling. En die wordt wat meer zoals die zou moeten zijn, waar we straks naar kijken. Dan ga je automatisch wat meer denken aan oplossingen. Dus dat is een soort geschenk van de natuur. Door je ademhaling te veranderen, moet je wel dat geoefend hebben natuurlijk, dan krijg je automatisch dat je aandacht gaat veranderen van problemen en moeilijkheden naar wat zou ik kunnen doen om dat probleem te verlichten of op te lossen. Verder zorgt ademhaling ook wat meer voor spierontspanning, dat is belangrijk. Als je let op ademhaling, dat brengt je automatisch in het hier en nu, dat is een andere. Maar de belangrijkste reden van ademhaling is dat ongeacht of je nou een heel druk of heel rustig persoon bent, voor iedereen geldt, dat je makkelijker kunt focussen als je volledig je hoofd leeg hebt eigenlijk. Je kunt makkelijker je aandacht richten vanuit rust en kalmte. En als jij verhoogd ademhaalt, zit er altijd een bepaalde onrust in je systeem, waardoor je altijd wat meeneemt van het vorige moment naar het volgende moment. Dus ademhaling helpt om je aandacht volledig weer te kunnen richten op het volgende moment. Zodat je niet nog hebt dat je voor een deel nog bezig bent met het vorige moment.
Als je een goede ademhaling die jou rust geeft wil bewerkstelligen, heb je buikademhaling nodig. En het geheim daarvan zit niet in inademen, maar zit in uitademen. Iets wat je in de gaten kunt houden is dat je dus zegt een goed ritme is. 3 seconden in, 4 seconden uit is voor veel mensen een goed ritme. En dan kun je, als je dat een tijdje in de gaten houdt, dan merk je op een gegeven moment wel dat die wat makkelijker ook naar binnen beweegt, die navel. En dan heb je dus daar op dat gebied stappen gezet. En dan kun je wat meer grip hebben op jezelf in situaties waar jij tegenop ziet. Stel, je moet iemand bellen of je hebt een gesprek zometeen of dingen doen die voor jou best wel spannend kunnen zijn. Nou, dan is het handig om altijd eerst even te letten als eerste stap op weg naar een betere jij, een succesvollere jij, is altijd eerst ademhaling. En een goede tip daarbij is 3 seconden in, 4 seconden uit. Overigens, ademhaling kun je ook inzetten om van 1 naar 2 te gaan. Dat is wel prettig, want je hebt niet altijd een koffieautomaat in de buurt. Maar je ademhaling heb je altijd bij je. Dus hoe kan je nou zorgen dat je via je ademhaling dat je van 1 naar 2 gaat? Sneller ademhalen. Ja, snellere ademhaling inderdaad. Hyperventileren. Dus, maar dat is inderdaad niet al te gezond. Dus wat doe je dan? Maximaal 2-3 keer. Wat langer inademen dan uitademen, dan draai je het gewoon om. 4 seconden in, 3 seconden uit, doe je dat 2-3 keer. Want anders ga je inderdaad hyperventileren en dan, dat voelt dan niet zo prettig meer. Maar dan ben je gelijk wat alerter. Dus dat kun je gewoon toepassen. En dat merkt eigenlijk verder niemand. Volgend onderwerp is doelen stellen. Nou, zo makkelijk zeg ik dan maar ademhaling is, en spanningscontrole, ademhaling is daar een onderdeel van, is zo moeilijk is eigenlijk doelen stellen. Doelen stellen is gewoon een wat meer psychologisch onderwerp en het klinkt als iets eenvoudigs, want iedereen heeft al eens doelen gesteld. Maar eigenlijk vind ik zelf dat dat het moeilijkste onderwerp is. En doelen stellen gaat ook heel erg over de vraag van hoe kan je inderdaad ervoor zorgen dat je zowel 's ochtends vroeg als 's avonds laat, als ten overstaan van Jantje, als ten overstaan van Pietje, toch goed in die optimale stand kunt blijven staan. Een doel helpt om goed te presteren, omdat het helpt om je aandacht te richten. Dus stel een voetballer die is aan het hooghouden, gaat hartstikke goed. En dan loop je naar hem toe en dan vraag je van, oké, kun jij me tijdens het hooghouden uitleggen hoe ik met de fiets van hier naar de andere kant van de stad moet gaan? Nou, dan zie je gelijk dat de kwaliteit van wat hij doet heel erg afneemt. Het komt omdat hij niet meer 100% aandacht heeft voor wat hij doet, maar dat hij nog maar 50% aandacht heeft voor wat hij doet. En dan neemt gelijk de kwaliteit af. Dus hoe meer aandacht je hebt voor je taak, voor wat je doet, hoe beter het gaat. En een doel helpt daarbij om je aandacht te richten, zodat je minder vatbaar bent voor afleiders. Het is net als boodschappen doen in de supermarkt. Heb je een lijstje en dat vertelt jou waar je op moet letten. En dan ben je snel klaar. En als je geen lijstje hebt, dan is de kans groot dat je met van alles nog wat bezig bent. Je ziet aanbiedingen en je gaat toch maar even kijken. Je ziet iemand en denkt, oh, waar ken ik die ook weer van? Dus dan ben je er veel langer mee bezig. Ben je veel meer afgeleid, overweldigd door alle informatie die je daar hebt. Dus een doel helpt vooral om je aandacht te richten. Alleen veel mensen halen op de een of andere manier hun doel niet. Dat is iets apart. Dat heeft verschillende oorzaken. Maar een van die oorzaken daarvan is dat ze doelen stellen niet helemaal zuiver toepassen. Veel mensen stellen namelijk één type doel, zeg maar. Dat is bijvoorbeeld promotie maken of meer verdienen of sporten zegt van nou, ik wil Olympische Spelen halen 2016. Dat is dan de ladder. Ze hebben een doel, zij staan hier. Maar ze hebben één doel, dus denken dat ze met doelen stellen werken, maar ze hebben niks om zich aan op te trekken. Dus het gaat erom dat ze niet alleen één doel hebben, maar dat uitwerken. Handig is eigenlijk als je leert om omgekeerd chronologisch te denken. Dus dat je begint met van oké, wat is eigenlijk mijn droomdoel? Wat is mijn droomdoel? Wat zou ik willen bereiken over een jaar of 3, 4 zeg maar. Als je verder gaat dan dat, dan wordt het vaak weer te abstract. Maar wat is voor over 3 tot 4 jaar voor mij zou geweldig zijn als ik dat kan realiseren. Nou, veel sporters hebben daar wel een bepaald beeld van als je dat uitvraagt. En andere niet-sporters hebben daar ook vaak wel een beeld van. Nou, maar de kans dat je dat haalt is niet zo groot als je het daarbij laat. Dus het gaat erom dat je dat uitwerkt in subdoelen. En een subdoel is onder andere een lange termijn doel. Dat is als je ongeveer 50% zit van het tijdsbestek. Wat moet er dan gerealiseerd zijn over 1 jaar? Als je dit 2 tot 4 jaar maakt, wat moet er dan op lange termijn zijn gerealiseerd? Als je halverwege bent of 60% van die tijdsspanne die is voorbij. Vervolgens is het handig om dat uit te werken en te zeggen van oké, wat is dan mijn doel op middellange termijn over 6 maanden? En het kan best zijn dat het begint met 1 en dat je er hier 2 hebt en hier misschien wel 3 hebt. Dat zou kunnen.
Maar deze doelen die helpen jou ook om te bepalen of je op koers ligt. Vervolgens ga je naar een korte termijn doel. En dat is, wat wil jij realiseren dan, als het hiermee begint? En vervolgens dit woord en dat woord. Wat wil je dan realiseren over 1 tot 4 weken, deze maand zeg maar? Dit helpt dus heel erg ook bij beslissingen nemen, omdat je daardoor beslissingen neemt en dat relateert aan iets wat voor jou uiteindelijk inspirerend is en een droomdoel was en voor jou heel erg waardevol is. En dan krijgen we het belangrijkste type doel. En dat is dan ook het moeilijkste van doelen stellen. Dat zijn dagelijkse doelen. Dagelijkse doelen. Daar gaat het eigenlijk met name om. Dagelijkse doelen. Dus leren stellen. En dat kun je op twee manieren opvatten. De ene manier is, ik ga morgen dit en dat doen. Dat is een dagelijks doel. Dat zijn mijn doelen voor morgen. Maar je kunt het ook opvatten als mindset training. Want dagelijkse doelen, daar hoort een voorschrift bij. En als jij met je aandacht elke keer oefent om binnen dat voorschrift te blijven, dan oefen je om in een optimale prestatietoestand te komen. En er zijn namelijk een aantal randvoorwaarden die ik jullie zal vertellen. De eerste is, een doel is goed, een dagelijks doel is goed als het jou inspireert. Dus dit model zegt jou, bij alles wat je doet, focus op iets wat je wel wil doen in plaats van niet wil doen. Focus op iets wat voor jou aantrekkelijk is. Op iets wat interessant is, wat voor jou de moeite waard is, wat jou uitdaagt als het ware. Dus als jij oefent om bij wat je ook doet te focussen op iets wat toch interessant is of de moeite waard is voor jou. En soms moet je daar een hoger doel bij pakken. Hè? Net als een tennisser die wil dat toernooi spelen en hij wil eigenlijk niet rondjes hardlopen. Maar als hij dat relateert, dat hardlopen, wat hij niet zo leuk vindt eigenlijk, aan dat hogere doel. Dan is het toch makkelijk voor hem om, of haar, om kwaliteit te leveren bij dat hardlopen. Dus zorg altijd dat je, dat je in ieder geval in de gaten houdt dat je focust op iets wat inspirerend is, de moeite waard is. Want dan groeit je concentratie mee. Het is makkelijker om je te concentreren. Je bent minder snel afgeleid als je focust op iets wat je de moeite waard vindt. Stel je moet samenwerken met iemand en dat is iemand waarmee je in het verleden wel eens hebt gebotst. En je hebt andere inzichten en dat gaat vaak moeizaam. Dan is het een extra uitdaging om toch te focussen op iets wat inspirerend is en de moeite waard is. Maar je zult het wel nodig hebben, want als je dat doet, dan zul je gelijk merken dat de samenwerking met die persoon een stuk eenvoudiger is en veel minder ingewikkeld is dan je al die tijd had gedacht. Focus op iets wat je inspireert. Bovendien gaat zelfvertrouwen dan omhoog, omdat mensen met veel zelfvertrouwen, een kenmerk daarvan is dat zij meer focussen op oplossingen. Je gaat meer energie en je capaciteiten meer richten op oplossingen. En mensen met minder zelfvertrouwen hebben de neiging om meer ook te focussen op problemen en op moeilijkheden. Maar dat is gewoon een kwestie van veel oefenen. Een andere is het halen van het doel volledig van mij afhankelijk? Dat is een andere randvoorwaarde. Dus als je in een team bent, kun je natuurlijk veel focussen op van nou, die collega van mij, die moet wel om 12 uur morgen dat product hebben ingeleverd, anders kan ik niet verder. Nou, als je daarop focust, als jij focust op dingen waar je niet zelf volledig invloed op hebt, wat gebeurt er dan met je gevoel? Ja, krijg je dan meer of minder spanning als je kijkt naar dat vorige model? Krijg je meer spanning, precies. Dus het geldt voor iedereen. Als jij ergens op tijd moet zijn, eerst met de bus en dan met de metro en dan met de tram. De bus komt op tijd, maar de metro is er nog niet. Dan ga je focussen op iets waar je zelf helemaal geen invloed op hebt, krijg je altijd meer spanning. Dus oefen, of ga eerst ervoor zitten van, ik heb in die situatie heel veel spanning gehad. Waar heb ik eigenlijk op gelet? Oh ja, ik heb gelet op iets wat niet inspirerend is. En ik heb gelet op iets wat niet volledig van mij afhankelijk is. Nou, voor de volgende keer in een vergelijkbare situatie ga ik focussen op dit. Want dat voldoet wel aan vraag 1 en vraag 2. Dus als jij focust op iets wat niet voldoet aan dat voorschrift. We hebben nu 2 vragen daarvan behandeld. Dan, er zijn er nog een aantal. Maar dit zijn wel de meest belangrijke in mijn optiek. Als je steeds oefent om daar binnen te blijven, dan gaat het je steeds makkelijker en steeds natuurlijker af om daar binnen te blijven. En is het voor jou ook makkelijker om die stand te bereiken waarin je continu goed presteert. We hebben nog verbeelding, gedachtencontrole en concentratie. Ik wil nog even 1 dingetje met jullie doen, voordat ik daarmee verder ga. Nou, ik heb een mooi attribuut meegenomen. En dat laat nog even zien hoe belangrijk het is waar je op let. Dat waar je op let, je aandachtspunt, eigenlijk nog belangrijker is dan je concentratie. Wie durft het aan om het podium op te stappen?
even een kandidaat nodig. Kijk, een tennisliefhebber. Ja. wat ik jou vraag om te doen is het racket verticaal te houden met ongeveer 2, mag ook 3 vingers, doe maar 2 vingers trouwens. En je probeert hem op de 2 vingers te houden en je probeert hem verticaal te houden. En je mag dan alleen maar focussen. Ja. Nog even wachten. Je mag alleen maar focussen, alleen maar concentreren op de onderkant. Oké, stop maar. Nou, dan doen we nog een keer. En nu vraag ik je om te focussen op de bovenkant. Oké, dankjewel. Wie ziet het verschil in kwaliteit? Een stuk rustiger, hè? Het ging verrassend goed de eerste keer. Dat was even lastig voor mij. Maar de tweede keer ging het gelukkig nog even beter. Dus wat dit laat zien is, in beide gevallen was je geconcentreerd volgens mij. Geconcentreerd bezig. Dus in beide gevallen was je even geconcentreerd. Alleen de ene keer ging het toch aanzienlijk beter dan de andere keer. Dus blijkbaar, waar je op let, dat is heel erg bepalend voor hoe je functioneert. Dat was het. Dankjewel. We gaan naar verbeelding toe. Ja, wie heeft daar een beeld bij? Wat is verbeelding? Visualisatie. Visualisatie, ja. Heel goed. En wat is visualisatie? Eindresultaat voor je zien. Ja. Ja, kijk, verbeelding is situaties oefenen in je gedachten. Er komt elke keer uit onderzoek naar voren dat situaties oefenen in je gedachten ook helpt om dingen, om gedrag fijn te slijpen, te verbeteren, te ontwikkelen. En zoals een sporter zijn bewegingen ook kan oefenen in zijn gedachten. Stel hij is geblesseerd of een tijdje op vakantie of het is gewoon vast onderdeel van zijn voorbereiding. Dan blijkt elke keer dat als je het ook echt oefent in je gedachten, mentaal traint, dat het dan dat die bewegingen gewoon beter worden. Zo kun je dat ook in werksituaties toepassen. De achterliggende theorie is van bewegingen, gedrag wordt aangestuurd vanuit je hersenen. En er is een bepaald schema, een bepaald patroon, dat wordt geactiveerd als jij een bepaalde beweging maakt. En of jij nou in het echt die beweging maakt of daaraan denkt, dan moet je dat wel heel helder kunnen doen en gedetailleerd en realistisch kunnen doen. Dan wordt er ook een bepaald schema geactiveerd. En dat wordt dan versterkt. Wat je activeert, dat wordt sterker, want dat train je. En dan is de kans vrij groot dat je dat de volgende keer in zo'n situatie ook erbij pakt. Nou, dus kun je in werksituaties, gaat het niet zozeer om bewegingen, maar gaat het er meer om dat je bepaalde afleiders hebt. Of bepaalde negatieve emoties kunt hebben in bepaalde situaties. En dan kun je dus voor je zien dat je, stel je moet een presentatie geven, noem maar wat, en dat je dan weet van nou, die dingen kunnen me afleiden. Of als die persoon komt, dan weet ik dat ik me zorgen maak over mogelijk lastige vragen die hij gaat stellen. Nou, dan kun je dus een mentaal plaatje maken, aan die situatie denken, een filmpje daarvan maken en voor je zien dat jij eigenlijk wat in beslag wordt genomen door wat afgeleid wordt, wat onrust begint te voelen. Nou, en vervolgens ga je dan ook voor je zien dat jij weer wat rust kunt voelen. Bijvoorbeeld door bepaalde technieken zoals ademhaling of spierontspanning. En vervolgens ga je dan ook voor je zien dat je weer je aandacht kunt richten op het gevoel wat hoort bij geconcentreerd zijn. En dat je weer je aandacht kunt richten op je doel. Dat is verbeelding, dat heet zelfs verbeelding van emotie. Maar je kunt dus in je gedachten oefenen om te gaan met tegenslagen en met afleiders en met negatieve emoties. Maar sommige mensen zijn gewoon wat meer visueel ingesteld dan anderen. En die maken vaak plaatjes, mentale plaatjes. Voordat ze ergens ingaan. En als jij makkelijk plaatjes kunt maken, maar je denkt negatief, dan vertalen die negatieve gedachten zich ook in negatieve beelden. En dan ontstaat er het proces dat jij jezelf verkeerd programmeert. Dus het klassieke voorbeeld, de voetballer die een penalty neemt en voor zich ziet dat hij overgaat. Dan als er niks meer tussen zit, tussen het moment van het beeld en de uitvoering, dan gaat hij ook op die manier. Dus als jij makkelijk plaatjes kunt, in plaatjes kunt denken, maar het lastig vindt om die plaatjes te controleren, dan is het geen voordeel. Er is een link met spanning. Als jij meer spanning hebt dan je zou willen, dan is het gewoon heel lastig om positieve beelden op te roepen. Dus dan zul je eerst de tijd moeten nemen om even iets aan je spanning te doen. En dat kan met muziek, dat kan met ademhaling, dat kan met even dingen doen waarin jij je over het algemeen ontspannen voelt en oké voelt. Oké, dan gaan we inderdaad naar gedachtencontrole.
ja, gedachtecontrole zie ik zelf ook als iets wat wel complex is, wat wel ingewikkeld is. Je hebt gewoon heel veel gedachten de hele dag door. Hebben jullie ze wel eens geteld bij jezelf? Niet geteld. Je wordt er de hele dag mee geconfronteerd, maar je telt ze nooit. Okay. Ja, nou ja, het schijnt toch een keer onderzocht te zijn. Ik weet niet precies hoe ze dat gedaan hebben, maar mensen schijnen iets van 40.000 tot 60.000 verschillende gewoon gedachten te hebben op een dag. Dus blijkbaar, zelfs als je slaapt, gaat dat onafgebroken door. Op uitzondering van een aantal momenten na, dat jij helemaal opgaat in wat je doet en dat je in die flow zit. En natuurlijk bepaalde fases van slaap heb je ook weinig gedachten, maar je hebt er een heleboel op een dag. En ja, gedachten zijn gewoon heel van invloed op hoe je functioneert. Dat komt omdat gedachten van invloed zijn op je gevoel. En gedachten zijn van invloed op je doorzettingsvermogen. Ze zijn van invloed zelfs op je spiervermogen. Als je dit zou doen en ik vraag aan jou om een negatieve gedachte te voelen. En ook echt ja, te voelen en ervan overtuigd te zijn dat die gedachte klopt. En dan is het heel makkelijk om je hand naar beneden te duwen. Als je daarentegen een positieve gedachte gebruikt van ik ben sterk en ik kan bereiken wat ik wil bereiken. Ik noem maar wat positieve gedachten. En dat echt gelooft, nou, dan krijg je die arm heel moeilijk naar beneden. Dus ze hebben ook heel veel invloed op doorzettingsvermogen en spiervermogen. Ja, wat je denkt is zelf dus van invloed op je functioneren om verschillende redenen. Een heel klein verhaaltje ter illustratie. Stel, midden in de nacht, je wordt wakker van een gestommel. En je denkt, oh, dat zou dus een inbreker kunnen zijn. Nou, wat gebeurt er? Je wordt onrustig. En je gaat even peinzen, piekeren. Uiteindelijk neem je een besluit. Je stapt je bed uit, loopt naar beneden de trap af, je pakt de knuppel onder je bed vandaan, loopt naar beneden en gaat op de inbreker af. Nou, dat is een, zoals het zou kunnen gaan. Stel midden in de nacht, je wordt weer wakker van gestommel, zelfde situatie, maar je denkt, oh, dat is een kat. Je valt weer eens van de bank. Wat gebeurt er? Draait je weer eens om, valt weer in slaap, volgende ochtend sta je op. Ik weet niet wat er nog overblijft van de spullen in je huis, maar het is apart, want je hebt twee keer dezelfde situatie. Alleen de ene keer denk jij het is de kat. En de andere keer denk je het is de inbreker. Dus je geeft een andere betekenis daaraan. Als jij denkt het is de kat, dan is je gevoel ook anders. Want dan blijf je gewoon rustig. Als jij denkt het is de inbreker, dan word je onrustig, krijg je meer spanning. Je gedrag is ook anders. Want de ene keer, als je denkt het is de inbreker, loop je tot op de tand bewapend naar beneden. Als je denkt het is de kat, dan val je weer in slaap, sta je volgende ochtend op. Nou, dat is een belangrijk principe, zoals eigenlijk heel veel gaat op het gebied van informatieverwerking. Er gebeurt iets, een gebeurtenis, dan krijg je een gedachte. Je geeft daar een betekenis aan. Dat zorgt weer voor een bepaald gevoel en dat zorgt weer voor een bepaald gedrag. Je kunt in zijn algemeenheid, in veel gemiddelde situaties noem ik het dan maar, leren om constructief te denken. En ja, daar is een techniek voor. Om te leren om constructief te denken. En ja, hebben jullie wel eens gehoord? Dus het is iets wat in elk traject wel voorkomt, wat niet zo heel specifiek is voor sportpsychologie. Hebben jullie wel eens gehoord van rationeel emotieve training? Ja. Dat zegt iemand ja. Sorry? Oké, heel goed. Ook nog de grondlegger genoemd, Richard Ellis inderdaad. En die zegt in feite van, nou, als mensen nou gewoon wat reëler zouden denken, dan zouden een heleboel spanningen eigenlijk helemaal niet bestaan. En mensen zouden reëler denken als ze hun gedachten gaan toetsen aan een aantal vragen. Het lijkt wel een beetje op wat jullie net hebben gehoord bij de doelen stellen. En dat geldt ook voor gedachtencontrole. Je kunt leren om constructief te denken als het voldoet aan die randvoorwaardelijke vragen, die criteria vanuit die methode. En ja, een van de vragen is van, ja, klopt mijn gedachte? Weet ik 100% zeker dat wat ik denk, dat het juist is? Dus dat is een van die vragen. Het moet dus drie keer ja zijn. Als het één keer nee is, dan heb jij een destructieve gedachte. Waarmee jij jezelf eigenlijk ondermijnt. Of stel jij zou die gedachte geven aan mij of aan iemand anders. Dan zou die ook niet meer zo soepeltjes functioneren. Dus dat is één van de vragen. Van klopt mijn gedachte? Weet ik 100% zeker dat wat ik denk dat het juist is? Veel mensen hebben toch bepaalde overtuigingen. En dat gaat hun eigen leven leiden. En dan ja, zien ze dat als een waarheid. En kunnen ze zich niet meer voorstellen dat het anders is. Terwijl op de keper beschouwd het eigenlijk niet 100% zeker is dat het klopt. Veel mensen doen toch aan gedachten lezen. Dus dat valt eigenlijk allemaal af. Dus dat is vraag 1. Klopt mijn gedachten? En dan zul je al merken dat je best wel veel gedachten hanteert. Die eigenlijk niet 100% zeker kloppen. En dat leid je dus eigenlijk af. Een andere van die vragen is. Van, help mijn gedachten me te voelen zoals ik me wil voelen.
Dus dat is, dan zul je merken als je gedachten gaat analyseren, dat je vaak ook wel gedachten gebruikt die eigenlijk niet het gevoel geven wat je zou willen voelen. Je wil bijvoorbeeld een bepaalde controle voelen of een bepaalde beheersing voelen, een bepaalde rust en kalmte of laconieke houding voelen. Terwijl de gedachte die je gebruikt juist zorgt voor wat verdriet of boosheid of irritatie of tegen. Noem maar op, angst. Dus dat is vraag 2. Ja. Is die ook te volgen? En vraag 3 is, helpt de gedachte te bereiken wat ik wil bereiken? En ja, kijk, de charme van deze methodiek zit gewoon ook in zijn eenvoud. En het is een hele rationele methodiek. Het is toch wel handig om in deze sessie iets gehoord te hebben over gedachten. En dat je daar wel wat mee kunt. En ja, dat je daarvan in eerste instantie bewust van moet zijn. En dat je vervolgens kunt kijken van, er is dus een methodiek bedacht die jou vertelt, aan de hand neemt van, wat zijn constructieve gedachten. En dan door heel veel te oefenen en ook veel, desnoods voor de spiegel of hardop, of op de manier zoals ze dat doen in het leger, van wij zijn goed en wij zijn sterk bijvoorbeeld, door dingen hardop uit te spreken zit er vaak wat meer overtuiging en meer gevoel in. En dan is het, heeft het ook meer impact. Net als negatieve gedachten vaak meer impact lijken te hebben dan positieve gedachten, omdat je je dan ellendig voelt over je hele lichaam. Omdat het gevoel mee samengaat. Maar je kunt ook leren om positieve gedachten niet alleen rationeel en verstandelijk te gebruiken, maar ook te herhalen en ook het gevoel erbij op te roepen. Concentratie is eigenlijk alles om draait bij mentale training. Alles dient het doel van verbetering van concentratie. En kijk, spanningscontrole heeft daarmee te maken, want met de verkeerde ademhaling ben je meer wisselvallig, ben je eerder uit het lood geslagen, heb je meer zeg maar vlagen van energie, ben je gewoon sneller afgeleid. Doelen stellen helpt om je aandacht te richten, dus dat is ook concentratie. Gedachten bijvoorbeeld helpen om je aandacht te richten, zo concentratie. Maar concentratie kun je ook separaat trainen. Kijk, concentratie gaat eigenlijk over 2 dingen. Het eerste is je aandacht vasthouden. Je aandacht richten en vasthouden. Het is handig als je dat goed kunt, dat kun je gewoon trainen. Een andere is, stel je bent afgeleid en dan wil je toch weer in je concentratie komen. Dat laatste dat heet refocussen. Dus het eerste, je aandacht richten en vasthouden, dat heet focussen. En vanuit een afgeleide stand weer je aandacht richten, dat heet refocus. Dat laatste is eigenlijk nog belangrijker, omdat het als het ware schering en inslag is op een normale dag. Dat je bezig bent en komt een telefoontje tussendoor en je bent weer afgeleid. Dus, of je moet ineens toch weer hele andere dingen gaan doen even tussendoor die je niet had voorzien. Dus daar is een oefening voor. Een oefening, kijk, een klassieke oefening is dat. Dat is, ja, we kunnen het niet gaan doen, maar ik zal het wel kort uitleggen. Die oefening doe je zittend, met je ogen dicht. 2 minuten, je zet een timer in. Je hebt een blaadje voor je en een pen. En je neemt je voor om te focussen op iets van je ademhaling. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je buiknavel beweegt, of het geluid van je ademhaling, of het gevoel van je ademhaling. En elke keer als je afdwaalt, doordat je bijvoorbeeld een geluid hoort en dan ga je in op, dan zet je even een streepje op het blaadje voor je. En dan breng je vanuit kalm en rust, breng je aandacht weer terug naar jouw aandachtspunt. En dat laatste, die toevoeging is heel belangrijk, omdat veel mensen leren of gespecialiseerd zijn om hun aandacht terug te brengen vanuit een bepaalde opwinding, een bepaalde emotie, een bepaalde onrust. Maar in dit geval ga je juist oefenen om je aandacht vanuit kalmte en rust weer terug te brengen. En daar is veel mee gewonnen. Maar daar zitten dus de elementen in van focussen en refocussen. Je focust op 1 specifiek punt van je ademhaling in dit geval. En elke keer als je afgeleid bent, dan breng je je aandacht weer terug vanuit kalmte en rust naar je aandachtspunt. In de resterende tijd wil ik jullie even meenemen naar een toepassing die ik altijd gebruik. En die gebruik ik omdat dat de mentale training vaak wat concreter maakt. En wat tastbaarder maakt voor veel mensen. Sommige mensen willen ook bewijs zien dat wat ze denken en voelen van invloed is op hun focus. Dus als je ziet dat het blauw is, dan verandert er ook wat in het beeld. En dat betekent dat iemand is gewoon ontspannen. Dat kun je gewoon trainen door ademhaling, door spierontspanning. Kun jij leren om ontspannen te worden. Dat is een stand waarin je al redelijk goed functioneert en wat het brein ook al redelijk prettig vindt. Dat is gewoon ontspanning. Nu zie je, hij gaat naar rood. Betekent, dat is een wat minder optimale stand, hij gaat gelijk weer naar blauw. Maar rood is een stand waarin je wat meer in je hoofd zit dan eigenlijk handig voor de situatie. En dan heb je achteraf zoiets van, nou, het ging misschien wel goed, maar ik heb niet optimaal gepresteerd. En dat is wat er nu gebeurt. Groen. Groen is een optimale prestatietoestand. Dus dan ben je op je meest creatief. En dan,
Ja, dan ben je actiegericht, je hebt weinig gedachten over piekeren, over dingen die mis kunnen gaan. Ja, het is een stand die heel erg overeenkomt met flow, optimale prestatietoestand. En dit instrument gebruik ik dus vaak, zodat mensen zich ook bewust worden van wat een optimale stand is. Zodat je weet van oké, dus dat is voor mij specifiek de beste stand. En dat mensen zich ook bewust zijn van, oh, dus die andere stand is niet goed. Oh, ik dacht juist altijd dat dat voor mij juist wel goed was. Want dan ben ik wel lekker scherp. Stop hem toch maar even. Goed gedaan. Je hebt een gemiddelde hartslag van 54. Dus dat is een goede conditie. Klopt dat? Doe je veel aan duursport? Ik loop wel veel hard. Oké. Waar het om gaat is... Dankjewel. Waar het om gaat is wat daar rechtsonder staat. 5% van de tijd in rood. Rood is zeg maar een soort stressstand. Een stand waarin je je minder op gemak voelt dan je eigenlijk zou willen. Waarin je te veel in je hoofd zit. 32% in blauw, dat betekent ja, ontspannen. Dat kun je bewerkstelligen, dus wat ik al zei, met ademhaling, met spierontspanning. Dat is een stand die al prettiger is, waarin je al succesvoller bent. Het meest succesvol ben je als je in groen zit. En ben ik even benieuwd naar jou. Van, voelde jij het verschil tussen groen en rood? Ik denk dat als ik op de stoel ging zitten, was ik meer rood, zeg maar. Want ik wist niet wat ik ging doen. Oké. Mm-hmm. Geaard of zo. Ja. En dat voelt wel verschil ook in de houding, zeg maar. Oké. Dan zit je gewoon te wachten wat er gebeurt in plaats van. Oké. Je begon in rood omdat je ook niet precies wist wat je te wachten stond. En op een gegeven moment ging je ook wat comfortabeler zitten. En dat was een groot verschil. Ja. Verder zal je wel gemerkt hebben als je in groen zit dat het een stand is waarin je gewoon plezier hebt in wat je doet. Controle voelt, niet vooruitdenkt, niet terugdenkt. Een onbezorgde stand. Waarin je ook. Ja, gewoon plezier hebt, wat ik al zei, plezier hebt in wat je doet. En op die manier kunnen mensen dus trainen om in een optimale prestatietoestand te komen via dit apparaat. Er zijn bepaalde gevoelens, als je die kunt herbeleven, dus niet alleen eraan denkt, maar ook echt doorvoelt, dan kom je in een stand die dan groen heet, en dat is een stand die vergelijkbaar is met optimaal presteren, waarin je creatiever bent, meer mogelijkheden ziet. Groen is ook een stand die je gezondheid heel erg bevordert, want je immuunsysteem gaat dan beter functioneren. Je blijft dan ook langer jong eigenlijk in je uiterlijk. Dat heeft ook te maken met hoe makkelijk jij in staat bent om positieve emoties op te roepen. Maar er zijn er een zestal, die zijn ontdekt in de wetenschap en die bewerkstelligen de groene stand. En dat is trots en waardering. Als je daaraan kunt denken, maar ook aan blijdschap of geluk of dankbaarheid en liefde, die emoties... Die bewerkstelligen een stand waarin je altijd optimaal functioneert. Dus dat is eigenlijk de kortste weg naar meer focus en meer resultaat met minder inspanning. Dus het is handig om veel te oefenen om die emoties op te kunnen roepen. Zo zou je ook, rood is een stand waarin je wat meer in je hoofd zit. En dat kan ook samengaan met wat negatieve emoties. De grote vier negatieve emoties zijn boosheid, angst, verdriet... En irritatie. En vanuit die emoties zul je altijd meer moeite hebben om een goed niveau te halen. Ja, dus hebben we vanmiddag allerlei onderwerpen besproken die helpen om met meer gemak, zeg maar minder inspanning, goed te functioneren. Alleen aan het eind komt nu ook naar voren dat de weg van emoties ook een hele therapeutische snelle route is eigenlijk naar meer succesvol zijn of meer uit je mogelijkheden halen. Als jullie meer informatie willen, dan kun je me onder deze gegevens vinden. Bedankt voor de aandacht tot dusver. En succes met de toepassing.